Love the way you lie. Eminem op de radio samen met Rihanna. We hadden het in het vorige uur er al over. Namelijk de nacht van de vluchteling. Om de noodhulp voor vluchtelingen wereldwijd te verbeteren. Loopt onze eigen raadslid van GroenLinks, Wieneke het Hart. Namelijk binnenkort de nacht van de vluchteling. 40 kilometer. Ja, en als de vluchtelingen dan uiteindelijk zijn neergestreken uit misschien wel Eritrea, Syrië. Mensen komen overal vandaan waar oorlog en geweld is en onderdrukking. En mensen hun leven niet zeker zijn. Dan kunnen ze zomaar stranden in bijvoorbeeld de gemeente Pijnakker-Noodorp. Daar worden mensen geplaatst, gewoon tussen de inwoners in. Er worden woningen aangekocht, er worden huurwoningen geregeld, dat mensen goed kunnen integreren. En maar toen werd de nood wel heel erg hoog. Toen heeft mede de burgemeester besloten om maar een volledig voormalig zorgcentrum, te gaan huren voor een periode van zo'n 10 jaar. Het mes snijdt aan 2 kanten. Enerzijds komen daar inwoners uit Pijnakker-Noodorp te wonen. Aan de andere kant een tiental status. Houders. En dat zijn mensen die eigenlijk een verblijfstatus hebben. Vluchtelingen met een verblijfstatus, moet ik goed zeggen. Die komen daar straks te wonen, maar die moeten natuurlijk wel goed begeleid worden. En daarvoor is een professioneel team. Maar dat professionele team zoekt ook nog eens een keertje vrijwilligers. Daarvoor heb ik aan de telefoon Maaike van Manen. Goedenavond. Goedenavond. Jij bent van Vluchtelingenbegeleiding Pijnakker Nooddorp. Kun je eens vertellen wat jullie organisatie doet? Jazeker, ik ben coördinator vluchtelingenbegeleiding in Pijnakker-Noodorp en ik werk voor Participe. Dat is een brede zorg- en welzijnsorganisatie die landelijk opereert. Ja. Maar in Pijnakker-Noodorp verzorgen wij de vluchtelingenbegeleiding. En wat wij doen, het woord zegt het al, is we begeleiden dus mensen vanaf het moment dat zij in deze gemeente komen te wonen. En die begeleiding duurt een jaar en in die periode proberen wij mensen zo zelfredzaam mogelijk te maken. Dat zijn tot dusver zijn natuurlijk individuele gevallen. Zelfs eenlingen. Er zijn ook enkele gezinnen natuurlijk neergestreken in Pijnakker-Noodorp. Toen kwam er in één keer een enorm project op jullie pad. Werden in één keer tientallen statushouders gaan er geplaatst worden in het voormalig zorgcentrum het Hofland. Hoe kwam dat zo op jullie pad? Jullie hadden natuurlijk al connectie met de gemeente Pijnakker-Noodorp. En toen zeiden ze in één keer, we gaan iets heel groots doen. Ja, klopt. Ik werd begin van het jaar gebeld en toen werd me verteld dat dit plan er was. Wij werken sowieso heel nauw samen met de gemeente Pijnakker-Noodorp. We hebben natuurlijk hetzelfde belang. We willen allebei graag dat de statushouders goed terechtkomen en dat ze snel zelfstandig kunnen wonen en leven. Het Hofland, ik denk dat het een heel mooi project is. Het stond daar en men zocht nog een goede bestemming voor dat pand. En tegelijkertijd was er een groot tekort aan sociale huurwoningen. En vandaar dat besloot is om het Hofland te renoveren en open te stellen voor zowel reguliere woningzoekenden als statushouders. Het gaat als een speer. Er zijn heel veel lokale ondernemers op dit moment bezig om het daar mooi te maken. Het leuke is, ook nog wel even om te benoemen, dat schildersbedrijf Zoetebroek zelfs mensen uit Syrië in dienst heeft die daar ook gewoon lekker aan het schilderen zijn. Dus hoe mooi wil je het hebben? De integratie begint eigenlijk daar al op dat moment. Ja, precies. Ja. Kun jij iets vertellen? Ik zei het net al, Eritrea, Syrië. Wat is een beetje de achtergrond van de mensen die straks gaan neerstrijken in het voormalige zorgcentrum het Hofland? Nou, het is zo dat wij altijd een beetje moeten afwachten wie er komt. Ja. Het COA regelt de koppeling tussen gemeente en statushouder. Waarbij ze kijken naar de achtergrond en het profiel van de persoon die gekoppeld moet worden. Dan kijken we bijvoorbeeld naar kansen op werk of iemands persoonlijke werkachtergrond. Maar over het algemeen, je zei het net al, hebben we vooral Syriërs en Eritreërs. In ons cliëntenbestand. En dat is ook logisch natuurlijk, omdat er een vreselijke oorlog woedt in Syrië en in Eritrea mensen hun leven ook niet zeker zijn. Dus dat is de voornaamste doelgroep, waarbij ik ook gehoord heb dat er in ieder geval een paar mensen uit Iran ook in het Hofland komen te wonen. En ik begreep dat de gebouwenbeheerder ook wel tegen een aantal grote ruimte aanliep. En die had zoiets van, maar daar kunnen ook wel makkelijk gezinnen wonen. Ik geloof dat er ook een aantal families bij komen. Klopt, er komt een aantal alleenstaande mensen in het Hofland te wonen. Er komt ook een familie in ieder geval te wonen die nu al bij ons in begeleiding is. Althans de hoofdaanvrager, dus de man is al in begeleiding en zijn gezin wacht ergens in een AZC op een woning in de gemeente. En dat gezin kan ook gaan wonen in het Hofland. En dat is juist ook het mooie, want er wordt een hele mooie mix gemaakt naar mijn idee van zowel alleenstaande als gezinnen van allerlei afkomsten.
En het leuke is ook wel dat de mensen die regulier woningzoekend zijn, zich ook al hebben aangemeld voor allerlei projecten met die statushouders. Dus ze zijn ook heel erg bereid en enthousiast om iets te betekenen om iedereen wat meer op zijn plek te krijgen en de sociale cohesie wat te bevorderen. Dus dat is heel leuk. En daar hebben we ook samengewerkt met allerlei andere organisaties, hoor. Niet alleen de gemeente en wij, maar ook bijvoorbeeld het Taalhuis, de Bibliotheek Oostland, SOP, het vrijwilligerswerk. Dus allerlei organisaties zijn erbij aangesloten om samen iets moois van te maken. Ja, want taal is natuurlijk ontzettend belangrijk. Het zal je maar overkomen. Die mensen hebben natuurlijk nog nooit gehoord van Pijnakker Noodorp. Dan zit je daar straks in het Hofland met 2-3 koffers met je kinderen. Je spreekt de taal niet. Juist om die integratie te bevorderen, zoeken jullie vrijwilligers. Waar is vluchtelingenbegeleiding Pijnakker Noodorp precies naar op zoek? Wij zijn met name op zoek naar nieuwe maatschappelijke begeleiders. Dat zijn de mensen die mensen vanaf het eerste moment eigenlijk helpen bij allerlei dingen die gedaan moeten worden als je hier komt wonen. Dan kan je denken aan het helpen bij het invullen van formulieren of het inschrijven bij de gemeente, woningbouwcorporatie, bij zorgverzekeraar, huisartsen of het zoeken van een basisschool voor de kinderen, want soms zijn er natuurlijk ook kinderen bij. De maatschappelijke begeleiders zijn mensen die wij echt goed kunnen gebruiken. Juridisch begeleiding zou ook kunnen. Dus als iemand verstand heeft van juridisch jargon, dan is dat ook welkom. En daarnaast zijn we nog op zoek naar nieuwe tolken. En dan met name tolken Arabisch Tigrinya, dat is de taal van Eritrea, of Farsi. Dus we zijn op zoek naar nieuwe mensen. En het belangrijkste om te weten, denk ik, is dat iedereen welkom is. Wat voor achtergrond je ook hebt. Het is juist een heel mooi team wat we hebben met allemaal verschillende mensen. Met verschillende professionele achtergronden en etniciteiten. En toch werken we heel goed met elkaar samen. Het is belangrijk dat je empathisch bent natuurlijk. Dat je geduldig bent en je goed een beetje kunt inleven in wat mensen allemaal achter de rug hebben. Want dat is soms gewoon behoorlijk heftig. En wat nog goed is om te zeggen misschien is, wij zijn open op woensdag en op vrijdag. Dan is er een standaard spreekuur. Dus het is fijn als je een van die dagdelen in ieder geval kunt komen. En sowieso zou ik willen zeggen, als mensen die dit horen en misschien geïnteresseerd zijn, kom eens langs, kom gewoon eens kijken wat je ervan vindt. En kom eens kennis maken en wellicht valt er iets te bedenken samen. En voor de goede orde, Maaike, dat is allemaal in Buurt en zo, in de Prins Hendrikstraat 28. Ja, ik kan me voorstellen als je zit te luisteren en je denkt van, ik heb eigenlijk geen juridische achtergrond. Ik kan ook niet, ik spreek die talen natuurlijk niet, maar ik wil wel heel graag iets betekenen voor die mensen. Dan zeg je, als je enthousiast bent, je hebt empathisch vermogen, dan ben je welkom. Ja. Wat zou je dan eventueel kunnen doen voor de mensen, als je de taal dan toch niet helemaal spreekt? Nou, de taal hoeft helemaal geen probleem te zijn. We hebben ook tolken in dienst. Dus als het goed is, is er altijd een tolk beschikbaar om je te helpen tijdens het gesprek. Maakt ook helemaal niet uit wat je gedaan hebt. Er valt altijd iets te bedenken. Als maatschappelijk begeleider kun je dus aan de slag. Maar er zijn ook allerlei andere dingen te bedenken. We hebben bijvoorbeeld een vrijwillige ICT-medewerker. Iemand die administratief ondersteunt. Iemand die het spreekuur ondersteunt. Dus we hebben allerlei mogelijkheden. En zelfs al zou het bij ons niet lukken, dan zijn er bijvoorbeeld ook nog mogelijkheden bij het taalhuis om als taalmaatje aan de slag te gaan. Of dat soort dingen te doen. Dus ik zou zeggen, van schroom niet, kom gewoon een keer langs of stuur mij een mailtje. Of bel me eens. En dan verzinnen we gewoon iets. Dat komt zeker goed. Iedereen is welkom. En volgens mij gebeurt dat al zo af en toe, hè? Want ik weet wat toen bekend werd dat de statushouders zouden gaan neerstrijken in het Hofland. Hebben zich direct ook al tijdens een inspraakavond gewoon enthousiastelingen gemeld. Ja, heel erg leuk. Ja, klopt. Ja, we hebben een aantal avonden georganiseerd. Of onze gemeente heeft dat georganiseerd. En wij waren daar bij betrokken en bij aanwezig. En toen merkten we al dat heel veel omwonenden positieve interesse hadden. En meteen daarna zijn ook mensen naar ons toe gekomen om hulp aan te bieden. Los van de dingen die ik net noemde, is andere hulp natuurlijk ook welkom. Het kan ook kortdurend zijn of dat je zegt, ik vind het leuk om iemand te helpen om een huis in te richten of om wat te schilderen of eens een keertje samen te koken. Er is van alles denkbaar. Dus iedereen kan bij ons terecht die maar een leuk idee heeft. Ja, je vertelde aan het begin dat een begeleidingstraject dat duurt ongeveer een jaar. Een jaar. Is dat niet te kort? Want eer dat je helemaal een beetje geland bent in dat rare Nederland met al die gewoonten. Ja, dat is heel ingewikkeld. We hebben een afspraak met de gemeente dat wij in principe mensen een jaar begeleiden. Als wij nou merken van, mensen hebben toch wel wat moeite met dingen. Of er is bijvoorbeeld net een gezinsvereniging gekomen. Want je zei net, we hebben nu net wat gezinnen. Inmiddels zijn dat veel meer gezinnen. Dus vorig jaar zijn er veel alleenstaanden gekomen of alleengaanden. En dit jaar zijn er vooral gezinnen met kinderen gekomen.
En dat, ja, dat vergt een hoop energie en moeite. En mensen hebben soms hele verschrikkelijke tijden achter de rug. Dus het is best moeilijk inderdaad om dan binnen een jaar helemaal geïntegreerd te raken. En dat lukt natuurlijk ook niet. Dus wat wij doen is, we begeleiden hen zo goed mogelijk. Als wij na een jaar merken van nou, dit gezin of deze persoon zou echt wel wat meer aandacht toch kunnen gebruiken van ons. Dan ofwel verlengende begeleiding, ofwel we treden in contact met andere organisaties. Of we nemen contact met het kernteam bijvoorbeeld. Dat is ook heel actief binnen pijnlijke noodhulp. En ook bestaat de mogelijkheid om dan iemand te koppelen aan een buddy. Buddies zijn ook mensen die via ons als vrijwilliger werken. En die mensen die nemen eigenlijk de taak van de begeleiding dan een beetje over. Om iemand toch nog iets verder op weg te helpen. Dus, Nu zijn er tot slot de afgelopen jaren al tientallen statushouders geplaatst in Pijnakker Noodorp. Ik ben zelf ooit, ik word nog steeds gezien als import, ik kwam gewoon uit buurgemeente Delft ooit een keer neergestreken in Pijnakker. Ik moet je eerlijk zeggen dat het toen voor een Delftenaar al een beetje lastig was om toch wat aansluiting te gaan vinden daar in dat Pijnakker. Men staat op zichzelf. Als je eens in de algemeenheid kijkt nu naar de integratie van statushouders en de Pijnakkenaren, werkt dat een beetje? Loopt dat een beetje? Ja, het mooie is dat als je mensen spreekt, ik kom zelf overigens ook niet uit Pijnakker. De eerste keer dat ik in Pijnakker was voor een sollicitatiegesprek. Ja. En een van de eerste vragen die gesteld werd was ook, kom je uit Pijnakker? Dus ik herken dat beeld dat je schetst. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat mensen niet openstaan voor andere mensen, in tegendeel. Ik merk juist dat het heel goed gaat. En het grappige is dat als je met spreekt over vluchtelingenbegeleiding, zijn ze vaak heel verbaasd dat er al heel veel vluchtelingen ook wonen. Dus kennelijk gaat dat heel goed en merken mensen het niet eens. Dat is natuurlijk eigenlijk wat je wil. Nee, het leuke is wel om even aan te haken dat er ooit vanuit de rechtshoek in de gemeenteraad werd gevraagd en met name gevreesd. Wat moet er straks wel niet gaan gebeuren als hier statushouders komen wonen? Ja, en toen zei iemand van een andere partij, maar meneer, er wonen er al tientallen. Ja, precies. Dus, en er is helemaal geen probleem op dit moment. Dus dat vond ik wel. En aan de ene kant terug, aan de andere kant ook weer grappig dat zo'n vooroordeel dan. Ik snap dat als je niet weet wat je te gebeuren staat, helemaal met Hoefland. Het is natuurlijk een heel groot project. Dus omwonenden zullen toch bepaalde gedachten daarover hebben. En daarom is het des te beter dat we zo nauw met iedereen samenwerken. Ook met bewonersverenigingen bijvoorbeeld, die daar, van mensen die daar echt direct omwonen. Dan merk je dat het eigenlijk dat die vrees heel ongegrond is. Het is een bepaald beeld wat je misschien hebt. En ook men vreest het onbekende natuurlijk. Maar als je dan eenmaal met mensen in contact treedt en hoort wat ze hebben meegemaakt, of de kinderen spreekt, of gewoon echt praat met ze zoals wij ook met anderen praten of met elkaar praten, dan merk je dat het gewoon, dat we natuurlijk allemaal mensen zijn en dat het helemaal niet nodig is om bang te zijn. En ik moet ook zeggen, alles valt of staat natuurlijk met goede communicatie en de gemeente Pijnakker Noodorp heeft ook middels een nieuwsbrief. Ik geloof dat de derde inmiddels alweer in de maak is. Nieuwe buren. Ja. Ja, mensen gewoon ontzettend goed geïnformeerd. Ja, dus, dat is heel goed. Ja, absoluut. Vind ik ook. Ja. We gaan de mensen tot slot maken nog even wijs op jullie website. Vluchtelingenbegeleidingpn.nl. Omdat we niet alle telefoonnummers en mailadressen kunnen gaan noemen, dat houdt niet iedereen bij. Maar vluchtelingenbegeleidingpn.nl, daar kunnen mensen zich aanmelden. Als je gewoon al enthousiast bent, dan is alles al gewonnen. Dan mag je je al gaan melden. Anders gewoon eens even binnenlopen bij Buurt Enzo aan de Prins Hendrikstraat 28 in Pijnakker. Maaike, ontzettend bedankt en we hopen dat er wat mensen op afkomen. Ik hoop het ook. Dankjewel. Goedjes, fijne avond. Hoi, hoi.